We zijn in het TKB te Houthalen, waar Warm Hart gevestigd is. Warm Hart is een vereniging waar kansenarmen zelf aan het woord komen, ook de leiding hebben van het initiatief. En vandaag is het Erfgoeddag met als thema armoedetroef. Dat men terugkomt naar het mijnverleden en het verhaal laat vertellen van de mijnwerkers vroeger. We hebben dat in beeld gebracht met een klein stukje verteltheater waar mensen over vroeger hebben zitten vertellen. Zowel over hun liefdesleven, maar ook over hun kleine rampen, ongelukken en ongemakken. Siciliano. Sono in Belgio. En dat verhaal, ook door een Italiaanse verteld, hebben de mensen kunnen meemaken samen met een tentoonstelling over het mijnverleden. En waar we willen aantonen dat dankzij het mijnverleden het vandaag al beter gaat, maar dat daarvoor vroeger mensen hard hebben moeten werken. En verder kan men kennis maken met het werkelijk warme leven van de mensen van kansarmoede die elkaar helpen en steunen samen met vrijwilligers om vandaag de dag er het beste van te maken. We zijn in Hellegte, aan de startplaats, de Pro Challenge Tour, de eerste profkoers in Hellegte sinds jaren. Voor Houthalen Hellegte is dit echt een topwedstrijd, een top evenement ook geworden. En we hopen met het startschot, met het mooie weer ook vandaag, voor de eerste keer terug te starten met het roemrijke en aan te sluiten met het roemrijke verleden van de beroepsrennerswedstrijden die er altijd hebben plaatsgevonden. We hebben eigenlijk de perfecte dag uitgekozen, want we zitten nu een beetje na het rens, hebben een beetje gerust na het voorjaar en nu terug naar de grote rondes gaan stilletjes opbouwen. Dan hebben ze een beetje koersritme nodig en ja, wat het weer betreft vandaag gewoon perfect. Niet te warm, een beetje bewolking, wat wind. Hij maakt het eigenlijk heel selectief voor de renners en het is gewoon de perfecte dag. Houthalen Hellegte beschikt over gigantische talent en ik denk dat dit ook het bewijs is dat we moeten doen met deze wedstrijd. Uiteraard Maarten Wijnand zelf, Dries Hollanders, Prof van Genechten en Wout Fransen. Vier talenten die ook meedoen vandaag. Dries Hollanders. Oh, Niels Albert zit er ook bij, hè? Ja, ja. Mooi weer, meer moeten we niet hebben natuurlijk. Ik hoop dat Maarten wint, we zullen wel zien wat er gebeurt. Als alleszins iemand van Houthalen Hellegte wint, denk ik dat we allemaal de handen in de lucht zullen steken. Ik had zeker niet verwacht dat we op 170 trekkers gingen krijgen. Dat is eigenlijk al een hele grote meevaller, omdat het toch de eerste keer is. En we hebben toch al heel veel positieve reacties gehad.